We staan hier op de projectlocatie van Haven, een woningbouwproject waar wij als Rijnbouw medeverantwoordelijk zijn voor het stedenbouwkundig ontwerp, voor twee appartementengebouwen en de inrichting van de openbare ruimte. Mijn naam is Marian Enders, ik ben landschapsarchitect bij Rijnbouw en heb meegewerkt aan de plannen voor de buitenruimte. Als je naar het stedenbouwkundig plan kijkt, dan zie je dat de drie woongebouwen of bouwblokken één ensemble vormen met heel strakke lijnen. En een van onze hoofdideeën voor de buitenruimte was dit ensemble op een tapijt te zetten van rode gebakken klinker. Daardoor wordt het ensemble nog krachtiger en de buitenruimte wordt ook juist onderdeel van dit ensemble. Als je dan naar de buitenkanten kijkt, dan zien we eigenlijk vier verschillende kanten, vier verschillende sferen. Aan de westkant heb je de Amerikavaart, een doorlopende structuur door de hele wijk, die wij als natuurlijke zone inrichten met een natuurlijke oever, met een strook van hoog gras, met bloemen en kruiden en ook keien en boomstammen. En dat doen we om juist een natuurlijke sfeer te creëren, een aantrekkelijke plek voor insecten en dieren. Aan de noordkant sluiten we aan het Willem van Ospark. De woningen hier krijgen een smalle margestrook en een brede stoep als ontsluiting. En dan woon je hier echt aan het groen met uitzicht op het park. Aan de oostkant ligt de Louis Pasteurstraat. Daar hebben we meer voor een functionele inrichting gekozen. Ook weer met een margestrook, een brede stoep en een groenstrook met bomen. En aan de zuidkant, daar ontstaat een nieuwe gracht met kademuren. Juist om een stedelijke sfeer te creëren. We proberen wel die parkachtige sfeer van de Amerikavaart ook het gebied in te trekken. En dat doen we door halfverharding toe te passen. Daarin weer bomen en een lager gedeelte om de toegang naar het water te verbeteren. Ja, en in het binnengebied tussen de gebouwen, daar proberen we zoveel ruimte als mogelijk voor de voetganger en groen te laten. In het groengebied komt een wadi, dat is dat donkere gedeelte. En het idee is dat is een lager gedeelte. En waar het hemelwater van de omliggende daken kan worden verzameld bij starke buien, om dan vertraagd te infiltreren in de grond. Ja, en we dachten dus juist een mooie gelegenheid om die topografie te gebruiken, om samen met kaaien en houten elementen een speelgelegenheid te creëren. Nou, met Haven proberen we dus een groene en gezonde leefomgeving te creëren, met veel ruimte om buiten te zijn, zich te bewegen en te spelen.